Voorzitter, iedere dag dat het hoger onderwijs langer gesloten is, brengen we jonge mensen mentale schade toe. Als ik dan het OMT lees, dan zegt eigenlijk is het openen van dat hoger onderwijs in combinatie met sneltesten heeft maar een zeer beperkt effect. Dan snap ik de argumentatie van de minister-president niet dat hij nu zegt, we gaan het hoger onderwijs niet openen. Zet die stap nu wel. Het is niet zonder risico's, dat snap ik. Maar jonge mensen nog langer niet naar school laten gaan, gaat over één dag wil in de week, heeft nog veel meer risico's. Ja, het OMT adviseert toch echt om nu geen ingrijpende beleidswijzigingen door te voeren die tot meer contacten zouden kunnen leiden. Daarom hebben we ook echt besloten tot een pas op de plaats. We willen dat perspectief wel bieden binnen de gedachte dat je ook afgewogen risico's moet nemen. Dat zou voor ons iets zijn bij het volgende moment, per 31 maart, dus aan te kondigen op dinsdag 23 maart. Daarbij geldt inderdaad voor het hoger onderwijs dat daarbij wordt gezegd, dan moet je dat natuurlijk ook gepaard laten gaan met een bijpassend testbeleid op basis van pilots. Dus daar kijken we ook snel naar. We doen dat integraal op 23 maart. Daarbij geldt natuurlijk dat het OMT zegt, ja, luister, het is echt nog te vroeg om de versoepelingen die nu in maart zijn gedaan te kunnen meten. En dan praat je ook over wat we nu doen in het voortgezet onderwijs en het mbo. En dat in combinatie met de algemene zorgelijke epidemiologische situatie. De heer Klaver. Voorzitter, het is niet zo dat het kabinet niks doet nu. Er mogen in winkels kunnen meer mensen straks naar binnen. Dat zijn ook allemaal contactmomenten. En ik vind echt, uiteindelijk moeten we kiezen in schaarste. En als ik dan moet kiezen of er meer mensen in een winkel binnen mogen, of jonge mensen die weer naar college mogen, dan is de prioriteit toch wel heel helder dat we jonge mensen die kans weer geven. En het OMT zegt heel duidelijk dat het risico beperkt is. Zeker als we dat combineren met sneltesten. We hebben er 30 miljoen inmiddels op de plank liggen. Dit is geen suggestie die ik doe. Het is een klemmend beroep. Open het hoger onderwijs nog deze week. Ja, en ik zou ook dolgraag deze week de terrassen openen en de winkels helemaal. Het gaat alleen niet. Het OMT zegt, je kunt nu, is echt onverstandig, ingrijpende beleidswijzigingen door te voeren. Ze zeggen, als die ruimte er wel is, dan heeft inderdaad het hoger onderwijs. Dat is ook een wens van de Kamer. Hè? De motie die vorige keer is aangenomen. Ik dacht van GroenLinks en D66, parallel aan de motie over de terrassen. Ik meen van CDA en VVD. Wij hebben daar in onze brief bijgelegd ook de bredere middenstand in Nederland. Dat zijn dus drie terreinen waar we dan in het bijzonder naar willen kijken. Maar op dit moment is die ruimte er niet. Dan zegt de heer Klaver, ja, maar je doet een paar dingen nu. Dat zijn naar ons oordeel geen stappen die leiden tot het innemen van extra epidemiologische ruimte. Het zijn verfijningen, preciseringen ten aanzien van de winkels bijvoorbeeld. Waarbij de zeer grofmazige oplossing van 2 per etage toch wat kolderiek aandeed in winkels waar grote vloeroppervlakten zijn. En vandaar dat we zeggen, zonder dat wij menen daarmee extra epidemiologische ruimte op te eten, laten we daar nou ietsjes minder precies zijn en dat juist regelen op basis van het aantal vierkante meters. De heer Klaver. Voorzitter, ik heb het advies hier liggen van het OMT. En die zeggen wel degelijk dat ook het openen van winkels, zelfs als het op afspraak is, maar onder alle condities die er nu zijn, dat daar een beperkt effect van uitgaat. Mm-hmm. Toch? Klopt dat? Dat het OMT dat zegt? Klopt het dat het OMT zegt, daar gaat een beperkt effect van uit? Alles wat je doet heeft altijd een beperkt effect, maar wij menen dat deze precisering in de winkels niet leidt tot het opeten van idioot veel epidemiologische ruimte. Het is niet zo dat je daarmee het hoger onderwijs had kunnen openen als je niet had gezegd in de winkels gaan we naar die 50 maximaal en 1 per 25 vierkante meter. Nee, voorzitter, de heer Klaver. Het gaat wel over prioriteiten. En als het OMT zegt er zijn beperkte risico's bij meer mensen toelaten in winkels, dat risico durft het kabinet wel te nemen. En als het OMT zegt er zijn beperkte risico's bij het openen van het hoger onderwijs, dan zegt het kabinet dat doen we niet. En om heel eerlijk te zijn, en daarmee rond ik af, dat kan niet. Als je spreekt met jongeren, de berichten die we allemaal krijgen, ook u, van jonge mensen die al een jaar lang in lockdown zitten, die niet naar collegezalen kunnen. Kijk, ze krijgen fantastisch onderwijs hoor. Ik weet dat docenten doen hun uiterste best om kennis over te dragen, maar studeren is zoveel meer dan dat. Dat is leeftijdsgenoten ontmoeten, al is het op 1,5 meter en met een mondkapje en alle beperkingen die erbij horen. Maar jonge mensen moeten elkaar kunnen zien en dat onderwijs moet zo snel mogelijk open. En de minister-president heeft mij niet overtuigd dat niet kan. En daarom zullen we daar een motie op indienen. Voorzitter, ik zou het hoger onderwijs ook dolgraag nu meer ruimte geven. Ik ben ook eens overigens met de effecten die het heeft op jonge mensen dat het dicht is. Daar zijn we het totaal over eens. Waar we het niet over eens zijn is dat de zeer beperkte epidemiologische effecten van de precisering in de winkels, dat je dat zou kunnen vergelijken met het openen van het hoger onderwijs. Dat is echt iets anders. De heer Segers. Voorzitter, ik heb een vervolgvraag over het hoger onderwijs en daarna een vraag over de kerken. Al is het hoger onderwijs. Ik snap de harde kritiek
van collega Klaver. Maar misschien is er nog wel een tussenstap te bewandelen. Er zijn experimenten of er is ruimte om jongeren op plekken te laten ontmoeten. Daar is ook geld voor gegeven aan gemeenten, omdat het ontmoeten van elkaar cruciaal is in deze fase. Zouden hogescholen daar ook onderdeel van kunnen zijn en ook ruimte kunnen bieden aan studenten om elkaar inderdaad ook in sociaal opzicht te ontmoeten, juist daar waar het nu zo zwaar is voor hen? Ja, maar dat bedoelt u dat u de plek van de hogeschool gebruikt om dat stuk beleid wat er is ten aanzien van jongeren, dat zou ik moeten nakijken. Maar dat betekent niet dat de hogescholen daarmee fysiek les gaan geven. De heer Segers. Ik zou het mooi vinden als het fysieke lesgeven aan studenten dat mogelijk zou zijn. Maar als fase daarvoor zou je inderdaad op hogescholen en wellicht andere plekken hogescholen ook kunnen vragen om hun studenten te laten ontmoeten. Zodat ze elkaar wel degelijk ontmoeten. In deze tijd onderdeel uitmaken van dat wat het kabinet zelf heeft geïnitieerd, namelijk laat jongeren elkaar ontmoeten op plekken, gereguleerd, verantwoord. En daar zouden hogescholen bij aan kunnen sluiten. Ik wil het nog eens even nakijken, maar ja. Ik ben, zeg ik ook maar eerlijk, niet al te hoopvol. Dus dan is het sowieso niet lesgeven, helaas. Wat ik ook dolgraag zou willen, maar wat nu niet gaat. Vanwege toch een te hoog aantal besmettingscijfers nog steeds. Een te hoog aantal besmettelijken in Nederland. En ook vandaag weer toch weer een fors aantal nieuwe besmettingen en ook in de ziekenhuizen nog steeds een enorme druk. Heel specifiek het programma wat we hebben om jonge mensen iets meer lucht te geven. Of je dat ook deels zou kunnen draaien op hogescholen. Dus niet lesgevend, maar die gebouwen gebruikend. Dat ga ik checken. Ja, de heer Segers. Dat lijkt me een kleine stap, maar dat zou wel een hele betekenisvolle stap kunnen zijn. Dan de tweede vraag, die gaat over de kerken. De minister-president zegt, ik wil dat minister Grapperhaus gaat praten. Nou, dat lijkt me altijd goed om te gaan praten. Het is natuurlijk strikt genomen is het niet de overheid die exact bepaalt wat wel mag en wat niet mag. Je ziet dat kerken wel opvolging hebben gegeven, dat ze helemaal zijn afgeschaald. Of misschien in sommige gevallen met 30 mensen bij elkaar komen. Mijn oproep zou inderdaad zijn, benut dat overleg om te kijken wat voor maatwerk er ook mogelijk is. Zeker als zo nadrukkelijk ook wordt gekeken naar terrassen, want dat zou toch heel moeilijk uit te leggen zijn als terrassen wel open mogen en dat vlak daarnaast op een hele verantwoorde manier kerken niet inderdaad meerdere mensen zouden mogen ontvangen. Ik snap dat, hoewel terrassen natuurlijk open lucht is en kerken niet. Maar op zichzelf is de gedachte inderdaad dat dit type gesprek plaatsvindt.